Ja, goedemorgen, hier weer Massa Positivo. Patrice Pai, er is natuurlijk veel over gezegd en ook veel om te doen. Maar Patrice Pai zal Patrice Pai niet zijn. Dat is een vechter en bijter en die gaat ook echt van zich afbijten. De diva is met de uiterste pijnlijke seksvideo gechanteerd en voor schut gezet. Maar zal tot het uiterste gaan, en ook helemaal terecht trouwens, om iedereen die haar dit heeft aangedaan terug te pakken. Gesterkt door heel veel steunbetuigingen. Patrice Pai durfde vandaag weer naar buiten, samen met haar man Robert Hinvelaar. En achtervolgd door een slierd paparazzi trok ze zich van haar woning, lijnde naar het politiebureau in Hoofddorp om aangifte te doen uiteindelijk. Weggedoken in de kraag van haar jas, zonnebril op, zonder commentaar te geven tegen de pers. Maar toch heel erg vastberaden. En dat is natuurlijk fantastisch. Ze heeft aangifte gedaan van het onrechtmatige verspreiden van beelden, van afpersing en van onrechtmatige berichtgeving in de pers. Aldus haar advocaat Johan Langelaar vanmiddag, met het laatste doelend op geen stijl. Het zegt het woord al, helemaal geen stijl. Dat de plastics beelden van Patrice keihard online zetten. Geen stijl heeft willens en wetens Patrice Pai beschadigd. En die moet natuurlijk keihard aangepakt worden. Massa Positivo, we komen er later weer op terug. En tot de volgende keer. En misschien dat jij er nog iets aan toe kan voegen over Patrice Pai en over de laatste ontwikkelingen. Want ik ben natuurlijk, net als heel Nederland, heel erg benieuwd wat de uitkomsten daarvan zijn.